Hartpompen en dan... Haarpompen? Nee, hartpompen. Oh, hartpompen. Ja, ja, ja. Maar dat ga je vanavond ook doen met haar, of? Ja, even kijken hoe het loopt, hè. Niels, het is heel jammer, maar het is alweer de laatste aflevering van de Pick-up Line. Maar wel vanaf een super tof festival, want we staan op extreme outdoor. Inderdaad, en we zijn de laatste weken al voor jullie op pad geweest om de allerbeste versierdrucks te testen. En dan is er natuurlijk nu de grote vraag, hoe speel je dat spel er liefst nou verder uit? Met andere woorden, hoe krijg je nou iemand daadwerkelijk je tentje, oftewel je bed in? En dat is precies wat we vandaag gaan uitzoeken. Jij hebt het tentje hier. Ja. Gaat er ook nog een man in komen? No way. Ik kom hier niet voor de seks. Jij wel dus. Ja, ik wel. En wil je nou weten of ik daadwerkelijk seks heb gehad in een tent? Dan moet je gewoon even de video van Bolt kijken. Hier rechts bovenin het scherm. Ga jij een beetje scoren dit weekend? Naar school? Scoren, versieren. Ja, mannen op, de mannen op. Ja. Dat zal ik wel zin hebben. I go with the flow. Ga jij een leuke fan scoren dit weekend? Weet ik niet. Als die eronder lopen wel. Ja, dit... Ik heb er nog één gezien. Tada! Nou, wil je met me trouwen? Nou, waarom niet? Hoe versieren jullie de dames? Nou, een goede openingszin, hè? Ja, jij hebt een opening en ik heb zin. Sta je hier ook op de camping? Zeker. In een hele grote tipi. Tipi? Tipi. Oh, maar dat is nog interessanter. Denk je dat je een meisje in je tippie kan meetrekken? Nou, dat wordt een feestje. Dan hebben we er nog 7 andere gasten bij. Dat wordt helemaal leuk. Je vriendin loopt net weg. Slapen jullie hier op de camping? Ja, één nachtje. Hebben jullie samen een tent? Ja, zelf opgezet. Haarpompen en dan... Haarpompen? Nee, hartpompen. Oh, hartpompen. Ja. Maar dat ga je vanavond ook doen met haar, of? Even kijken hoe het loopt, hè. Hoe krijg jij een meisje je tentje in? Hoe dat ik dat doe? Ja. Maar ik heb nu een vriendin, hè? Maar ik ben meer een classy boy eigenlijk. Een classy boy? Ik ben een classy boy. Ik doe dat niet met tentjes en al. Heb je ooit seks gehad in een tentje? Ja, dat wel. Was dat? Nee. Warm. Vochtig. Je hebt natuurlijk de openingszin die heel belangrijk is. Maar je hebt natuurlijk ook de closingzin. Welke zin gebruik je voordat je iemand een tentje intrekt? Ja. Hoeveel weegt een panda? Hoeveel weegt een panda? Weet ik niet. Genoeg om het ijs te breken. Kom eens. Als ik al mijn 1 vinger kan laten komen, moet je nagaan wat ik met 2 kan. De laatste zin die je gebruikt voordat het losgaat. Heb je een condoom? Ja, altijd PD, altijd. Heb jij tips voor mij hoe ik bij een meisje in de tent kan belanden vanavond? Doen alsof het je eigen tent is. Wat doe ik dan? Gewoon naar binnen lopen en alsof je van geen reet bewust bent en dan gewoon graaien. Graaien ook. Wat is je laatste zin die je in de game gooit om haar tentje in te krijgen? Gewoon meekomen. Klaar. Ja. Maak jij ontbijtje of ik? Ja. Hoe wil je eitje bevrucht of... Ja, precies. Zoiets, ja. Heb je tips voor mij om in een tentje te belanden? Gewoon een vrouw een goed gevoel geven, veel drinken geven en dan lukt dat wel. Ja, de mensen zijn het erover eens. Ik moet gewoon een meisje helemaal lam leggen. Daar ben je mij een goede adres, want ik ben de vrouw. Ja, maar daarom, tips van de vrouw? Dansen. Eerst gewoon dansen. Je gaat eerst dansen? Ja, als je een beetje je moves kan laten zien. En dan zoenen? Of slaan we dat over? We in derde persoon. Je kunt altijd zeggen, wil je mij een rondleiding geven? Of zal ik jou een rondleiding geven? Je kleine tentje. Bij jou zat er een beestje in je tent, toch? Zoiets, ja. Doe nog één keer, wat? Een beest in mijn tent. En die moet hij er dan uithalen? Ja. Schoonheid, jij gaat met mij mee vanavond. Punt. Punt. Rot in het vak, ik ben bijna 50. Daarom. Dus ga je nou tips geven? Ja. Langzaam versieren. Zeggen dat ze prachtig is. Meelokken naar de tent. Zeggen, ik wil nog heel even een dutje doen met je. Ik kom alleen om te knuffelen. Alleen maar knuffelen. En dan? Echt schat, we doen echt helemaal niks. Alleen maar knuffelen. Dan komt het goed. Dan steek je hem er gewoon in, oprecht. Als je dan een meisje mee hebt genomen naar je tentje. Gaat het dan soepel in een tentje? Of kan je dat aanraden? Of dat het soepel gaat in een tentje? Ja. Nou, dat gaat. Kan overal. En moet het meisje dan daarna oprotten? Moet ze naar haar eigen tentje of mag ze blijven slapen? Ja, het ligt aan het weer. Als het warm is, dan mag ze oprotten. Heb jij tips voor mij hoe ik in een tentje kan belanden? Want ik slaap zelf niet hier op de camping. Coke en keta snuiven en dan gaat het helemaal goed komen. Ja, maar je wordt daar niet heel erg charmant van, toch? Ik wel. Als jij dan die drugs tot je neemt, gaat dit nog wel een beetje omhoog dan? Hij. Nee. Doei. Hij heeft die Kamaga voor. Wil je het zien? Het staat Kamaga, laat eens even zien. Kamaga's zijn die blauwe. De blauwe bonen. En dan gaat je toeter stijgen. Hey, waar komt dit op? Excite.
Oh, nee! Dus jij geeft mij blauwe bonen als advies? Ja. Mag ik er eentje dan? Wil je er echt eentje? Ja, oprecht? Ja, voor vanavond. Het is niet schadelijk, hè? Nee. Ik krijg gewoon een hele harde piemel van. Heel hard. De echo, boom. Hoe lang dan? Lang. Tot zij er geen zin meer in heeft. 8-9 uur lang. Boom. Tot de zon opkomt. Heerlijk. Nou, die bewaren we voor straks in het tentje. Wat voor standje moet ik dan doen? Want in het tentje is het een beetje klein, hè? Ja, dat is wel lastig. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Okay, nou, laten we er nu even over nadenken. Two hours later. Ja, wat denk jij? Doggy. Oké. Welk standje raad je dan aan als je seks wil hebben in een tentje? Ja, zij boven. Of jij boven. Ja. Eén van de twee, maar andere posities gaat moeilijk. Welk standje moet je dan aanraden in dat tentje? Ik lig op mijn rug en zij doet de rest. Zo lui. En mag ze dan blijven slapen of moet ze dan terug? Daarna weg. Optieven. Ja. Welk standje? Dan zien we dan wat op dat moment. Nee, ik wil geen antwoord. Op zijn hondjes met het licht aan dan. Met het licht? Met een tent. Toch? Dan kunnen buren meegenieten. Welk standje doe je dan als je in de Dixie seks hebt? Op zijn Dixies. Op zijn Dixies. Dixies. Oké, en hoe moet ik dat voor me zien? Zij hangt een beetje achterover en dan kun je zelf je gang gaan. Een beetje op zijn missionaris. En dan gaan. En dan lekker gaan. Oké, wat is je lievelingsstandje in de tent? In de tent. Ik heb niet geen lievelingsstandje, ik vind alles lekker. Gebruik je die glitters ook wel eens in de seks dan? Nee, helaas niet. Wil je ook een beetje glitter? Ik wil ook wel een beetje glitter. Ja? Misschien een pijl naar beneden. Oké. Alsjeblieft. Dankjewel. Doei. Ik ben helemaal blij. Ja. Loop weer de rest van de dag als een Mogol rond hier. Godsamme zeg. Op welke plek op een festival zou je nou echt heel graag seks willen hebben? Gewoon op stage. Op stage? Ja, op stage. Iedereen gaat kijken. Ja, porno toch? Porno. Stars. Star. Hier gewoon. Is er nog een bepaalde plek waar jij het ooit zou willen doen op een festival met je vriend? Oh, komt dit op tv of zo? Nee. Dit is privégebruik. In een hangmat? In de hangmat. En je hoort het, ouwe dibbes. Ik zie daar een paar hangmatten, hè? Ik zag ze ook al staan, ja. Ja, dat klopt. Het wordt tijd vanavond. Ja. Moet je niet komen filmen, natuurlijk. Oh, ja, wij kunnen niks beloven, natuurlijk. En op welke plek op een festival zou je nou heel graag nog seks willen hebben? Zo tegen de reling, zo. Hier tegen de reling? Ja. Hey jongens, wat is de beste plek voor een vluggertje op een festival? Een vluggertje. Ja. De vraag is, wat is de beste plek om een vluggertje te doen op een festival? Ik zal je meenemen naar die oekoe daar, zo zien hem daar. Daar is niemand, snap je? Daar zou ik je mee naartoe nemen, douche. Heel simpel, joh. Oké, wat je doet, je gaat bij een festival, je kijkt wanneer een of andere huidsmeid in die oplet. Je gaat snel, soort backstage. En dan onder het podium is altijd volop ruimte. Dan ga je even achter die draden, maar daar is volop ruimte om gewoon goed te neuken. Het is daar droog en dat soort shit. Je kan doggy gewoon liggen, je wordt niet vies en shit. Onder het podium. Als je daar komt, en anders kan je mij altijd checken voor bandjes dan. Voor seks laat ik jullie altijd backstage, daar heb ik bandjes zat voor. Eén tip voor deze, wees brutaal. En als je de kans krijgt om er langs te komen of tussen de bodyguards door te komen, pak gewoon het dak van de mainstage. Oh. En wil jij jezelf nou ook terugzien in de WhatsApp-panel? Laat het dan hieronder even weten in de reacties. Met welke artiest zou jij heel graag seks willen hebben? Ja. Kelly Rowland. Kelly Rowland, ja. Hé, hey, mooie vrouw. Ja, en hoe zou je die dan naar binnen lokken? Hoe? Ja. Gewoon zo, toch? Gewoon mee. De raping. Nina Kravis. Ja? Hoe zou je haar versieren dan? Hoe een dans. Waar mij versier je dan? Is er nog een bepaalde artiest waarvan jij denkt, nou, daar kan ik wel een kuntje op? Lil Kleine. Wat voor standje zou je daarmee doen dan? Waar hij wil, dat maakt mij niks uit. Jij geeft je over als een zeester. Ja, Ariana Grande en zo, Selena Gomez. Ja. Oké, de camera is Ariana Grande. Hoe kijk je naar haar? Hoe versier je haar? Het brilletje wordt even opgezet. Nee, wacht. Ik liep het eruit. Ik moest met één oog doen. Ik heb met twee ogen gedaan. Is goed, doe hem nog maar een keer. Oh. Heb jij een bepaalde artiest in je hoofd zitten met wie je nog wel een tentje in zou willen duiken? Niels Oosthoek, zou je daarmee... Heb ik ook even geen plaatje voor. Niels Oosthoek ken je niet? Oké, nou voel ik me een beetje slecht. Die knappe blonde jongen. Ah ja, als jij zegt dat hij knap is. Die microfoon altijd in zijn hand. Oh jij? Wie wil jij? Ja, nu willen we een antwoord horen. Hoe moet jou het bed in wel duiken? Dat is, hangt er vanaf van je dansmoves dus. Oké, moet ik even dansen dan?
En? Nou, wie weet. Ja. Nou, dan gaan we even een biertje drinken. En dan gaan we een tentje opzoeken. En dan gaan we heerlijk slapen. Niels, van alles wat we hebben onderzocht de laatste tijd, wat is nou de beste techniek volgens de festivalgangers? De beste techniek? Nou, ik denk dat er niet echt een beste techniek is, want uiteindelijk leiden er ook meerdere wegen naar Rome. En er zijn gewoon heel veel verschillende manieren om uiteindelijk die prooi binnen te engelen. Ja, en wij hebben dit allemaal mogen onderzoeken. Ja. We hebben heel veel informatie gekregen en het is nu echt de taak aan jullie zelf om het te gaan toepassen. Absoluut. Dus ga gewoon naar die festivals en ga lekker helemaal erop los. Lekker chantepanteren. Dit was in ieder geval de allerlaatste aflevering van de Pick-up Line. Het was ons een waar genoegen. Het was ons een waar genoegen. En like deze aflevering als je hebt genoten van Niels en mij afgelopen weken. En vergeet niet te abonneren, want er komen natuurlijk nog heel veel toffe video's aan. En yes. Voor nu zeggen wij... Tot later! Doei! Yo. Glitters! Ja, ja. Kan jouw bekkie ook wel even onder glitteren? Heb je glitters bij? Nee, vanavond in de tent doen we dat.